Het kapittel was unaniem in een positief advies om kapitein Kroon bij Hare Majesteit de Koningin voor de militaire Willemsorde voor te dragen. En ik heb dat met genoegen en trots gedaan. Een enkele keer toont een Nederlandse militair bij het uitvoeren van zijn opdracht een zo ongekende persoonlijke moed dat alleen de hoogste onderscheiding de waardering daarvoor tot uitdrukking kan brengen. Hij krijgt deze onderscheiding niet voor één enkele actie, maar voor zijn optreden als leider, als militair en als mens tijdens de hele missie. U gaat ervan uit dat u zelf niets anders deed dan wat u mensen van u mochten verwachten. U stelt hiermee de mensen voorop, zoals u dat ook in Afghanistan hebt gedaan. Zij delen hier in de eer die u toekomt. Ik ga nu over tot het afnemen van de eed. Ik zweer mij als een getrouw en wakker ridder te zullen gedragen, mijn leven altoos te zullen veil hebben voor koning en vaderland, en door al mijn vermogen mij steeds trachten waardig te maken de onderscheiding mij door de koning toegestaan. Zo waarlijk helpt mijn God almachtig. Gewenst, kapitein. Dank u wel. Van harte gefeliciteerd. Welkom. En welkom in de club. Dank u wel.